Meneer Gordijn, wat is de toekomst van TomTom? Komen er nog bijzondere applicaties op uw apparaten? Ja, we blijven innoveren, we blijven mooie producten maken. En vandaag is ook weer een goed voorbeeld van wat we kunnen laten zien en hoe je ziet dat technologie en internet ook onze industrie beïnvloedt. We hebben vandaag bijvoorbeeld de eerste elektrische auto gelanceerd samen met Renault. Daar spelen hele specifieke vragen een rol van hoe ver kun je gaan, kan ik mijn auto weer opladen, is het oplaadstation vrij. Nou, daar hebben we allemaal technologieën voor ontwikkeld die binnenkort live gaan en ook echt in de markt terechtkomen. Dus je ziet daar een goed voorbeeld van hoe internettechnologie, datacommunicatie, environment, allemaal bij elkaar komen om slimmer met de weg om te gaan en slimmer te rijden. Ja. Dus dat is een leuk voorbeeld van hoe je ziet dat de wereld toch door blijft ontwikkelen. Want simpel gezegd kan je als berijder van de elektrische auto dan zien op het navigatiesysteem hoe ver je nog kunt, waar er een paal zich bevindt. Nou, eigenlijk alle vitale informatie om te kunnen blijven rijden met die elektrische auto. Ja, een van de grote dingen is range. Hè. Hoe ver kan ik komen? Haal ik mijn bestemming? En de technologie en de software rekent dat dan allemaal voor je uit. Het vertelt je waar je kunt opladen, maar ook of dat oplaadstation vrij is. En je kunt ook boeken van tevoren. Dus vanuit je auto kan je zeggen van nou, laten we daar dan de auto gaan opladen. Je drukt op een knop en die is dan gereserveerd voor jou. Dus dat zijn goede voorbeelden. Belangrijke nieuwe markt dus, de elektrische auto voor TomTom. Nou, de hele auto-industrie is belangrijk voor ons. We zien daar ook enorme groei. Dit jaar groeien we daar zo'n 40-50%. We hebben nu ook een behoorlijke marktpositie in de automotorsegment. Dat is ook belangrijk, want ook om de wat tegenvallende vraag in de consumentenmarkt natuurlijk op te krikken, is het belangrijk dat we in de automobielindustrie het goed blijven doen. En wat ons betreft staan alle seinen daarop groen. Want ik zie partnerships met Renault, Mazda, Fiat. Komen er meer aan? We zijn druk bezig. We hebben natuurlijk nog veel meer partnerships. Dit zijn de meest zichtbare. Maar we doen met bijna alle automobielfabrikanten zaken voor content. Met name kaarten, maar ook verkeersinformatie. Daar zie je dan wat minder van, omdat het niet onder het TomTom merk verkocht wordt. Maar het zijn wel hele belangrijke relaties en die groeien ook. En je ziet ook toenemende groei in het autosegment en verwacht dat het in 2012 zich verder voort zal zetten. Want waarom zou een autofabrikant kiezen voor uw apparaat en het niet zelf ontwikkelen zoals tot het in het verleden veel werd gedaan? Nou, er komt natuurlijk hele specifieke kennis bij kijken. En we lopen in veel gebieden lopen we voorop op het gebied van intelligent routeren, van verkeersinformatie. We hebben veel ervaring met het ontwikkelen van producten die mensen ook echt willen gebruiken, kunnen gebruiken. Nou, dat zijn specifieke kennisvaardigheden. Maar ook software en content die we hebben, die de automobielfabrikant graag wil integreren. En wij spelen daar ook een belangrijke rol in.